gemeente Amstelveen is het nummer 4 geëindigd bij de benchmark publiekszaken. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Nou, 70 gemeenten zijn met elkaar vergeleken. En dan gaat het met name om de dingen die aan de balie, hè, van het raadhuis. Je komt binnen, je wilt een paspoort ophalen of je hebt een vraag. Mm-hmm. Of je belt. En dan heeft de gemeente Amstelveen, dus die medewerkers die het werk voor ons doen, al die mannen en vrouwen, hebben goed gescoord. Vierde plaats, 7,8. Dat is een mooi rapportcijfer. Als burgemeester moet u daar heel blij mee zijn. Ja, kijk, ik ben vooral blij voor die mensen. Niet alleen voor mijn medewerkers, maar vooral ook voor het publiek. Ja. Die zegt, nou, ik hoef niet zo lang te wachten. Ik word vriendelijk te woord gestaan. Ja. En het ziet er netjes uit. Nou, dan scoren we gemiddeld een 7,8. En dat is goed. En dat is ook belangrijk, want die dienstverlening aan burgers en bedrijven is heel belangrijk. Weet u hoe ze dat gemeten hebben eigenlijk? Nou, dat is een wetenschappelijke methode. Er wordt gebeld. Er worden dus gewoon at random, dus gewoon bij toevalligheid worden er mensen uitgezocht. En dan wordt er gevraagd, nou, ging het goed? Heeft u iets te klagen? Vindt u dat u snel bent behandeld? Was het duidelijk? Nou, en dan reageren mensen. En dat is dan een representatieve steekproef. En die leidt tot dit resultaat. Nogmaals, bij 70 gemeenten. En het is al de 8e keer dat deze vergelijking, deze benchmark, plaatsvindt. En waar stonden jullie de vorige keer? De vorige keer stonden we op plaats 3. Oei. Ja, we zijn 1 plaats gezakt. 1/10 punt minder. Maar ja, 4e plaats is ook altijd nog heel mooi.